Na de 5-1 overwinning van vorige week tegen LTC was Hoogeveen weer koploper in de derde klasse. Vorige keer dat dat zo was, ging het meteen een week later fout. Dat wilde men natuurlijk zaterdag voorkomen in de derby tegen ZZVV. Domper aan Hoogeveenzijde was het trieste nieuws van Jacco Tuinstra. Voor gisteravond won hij nog de beker met Hoogeveen Futsal, maar vannacht overleed zijn vader. Vanaf deze kant wensen we Jacco en zijn naasten natuurlijk ook veel sterkte. Het duel met ZZVV was natuurlijk ook weer het duel tussen de gebroeders Hartman, Devlin en Sander. Hier de overtreding op Sander Hartman door Ruben de Haas. En is het Marcel Lindhorst, die er gisteren ook bij was toen Hoogeveen de beker won. Die protesteert en na 30 seconden al de gele kaart krijgt van de scheidsrechter. Eerst krijgt hij een waarschuwing, maar dan gaat hij door. Ja, niet slim van Marcel Lindhorst. Misschien nog wat slaperig van het feest van gisteravond. Beginfase is toch voor Hoogeveen. Jesse de Haas kopt de bal goed voor en dan is het Joy Heising die bal raakt. Maar Bas Blanken, de doelman van Hoogeveen Futsal, die redding brengt. Maar die was dus goed wakker. Hier moet hij opnieuw in actie komen op een inzet van Brian Lepel. Blanken. Ruben de Haas. Jan Beemins. Vindt dan Marcel Lindhorst, die haalt uit. En via opnieuw Blanken gaat de bal over het doel. Ja, zo was Hoogeveen dus toch gevaarlijk in het eerste kwartier. Martijn Reining namens ZZVV, die ooit nog in de A-jeugd speelde bij Hoogeveen. Voorzet komt de bal bij Paul Bos en dan uiteindelijk Olaf Westerbeek. En die inzet wordt met moeite nog een keer door Raymond Slot. Bracht de bal van Marcel Lindhorst op Jesse de Haas. Jan speelt Elrik Mulder en dan is het uiteindelijk wederom Bas Blanken die als winnaar uit de strijd komt. Dan hebben we problemen met de camera, maar zien we gelukkig op afstand, maar gelukkig niet voor Hoogeveen, dat Paul Bos kan scoren. Het is Sander Hartman die de assist geeft. Ja, en dan tegen de verhouding in op dat moment is het 1-0 voor ZZVV. Maar Hoogeveen begon na dat kwartier ook slordiger te spelen. En dat bracht ZZVV uiteindelijk terug in de wedstrijd. Jan Benjamins. Komt de bal voor en dat is wederom een prooi voor Bas Blanken. En niet goed uitgespeeld door Hoogeveen. Dan de uitbraak van ZZVV. Staat Paul Bos daar zomaar vrij voor het doel? Nou, dat wordt natuurlijk de 2-0. Wat een enorme kans voor Paul Bos. Ja, en hoe kun je hem missen? Nou, Hoogeveen ontsnapt op dat moment. Er had het zomaar na een half uur 2-0 kunnen zijn voor ZZVV. Ja, dan is er even een drinkpauze en tijd voor Edward Sabander. Ja, om even orde op zaken te stellen. Maar dat lukt niet echt. Vrije trap ZZVV. Overtreding voor Joy Heising. Die excuseert zich daar ook voor. Komt de bal uiteindelijk voor het doel. En dat is een prooi voor doelman Raymond Slot. Heising die hier wel uiteindelijk geel voor krijgt. Vrije trap dan voor Jesse de Haas. En die verdwijnt over het doel. Zitten we in de blessuretijd van de eerste helft. Bal uiteindelijk bij Paul Bos, maar dat schot dat gaat over het doel. Ja, en zo was de tweede fase van de eerste helft toch voor ZZVV. Dan de tweede helft, Mark Bosje. Wij op Olaf Westerbeek en die raakt de bal niet goed en zo ontsnapt Hoogeveen naar rust. Dan 57e minuut, kopbal Jan Benjamins. Maar het waren spaarzame momenten die Hoogeveen had in die tweede helft. Dan weer ZZVV. Komt de bal uiteindelijk wederom bij Paul Bos. Die krijgt ook de rebound. En daar ontsnapt Hoogeveen opnieuw. Dan kopballetje van Roemer Leeuwen op de dak van het doel.
En dan zitten we al in de 78e minuut. Roemelewang die in de ploegen was gekomen voor Marcel Lintos, die daar niet blij mee was. Dan Jan Benjamins. Diepe bal. Colbest die zit daar tussen. Maar dan kan ZZVV nog net opruimen. Slotfase wedstrijd. Jesse de Haas solo. Jesse de Haas op de voeten van Bas Blanke. En zo is Hoogeveen dan toch dicht bij de gelijkmaker. Ruben de Haas. Kopbal van Diphoorn. Ja, en dat, die mist de nodige richting. Ja, die bal is met je ook niet, net niet op maat. Dan ver in de blessuretijd. Ruben de Haas komt wel in de 16 meter. Jeffrey Duinkerken en dan is het Devlin Hartman die scoort. Maar dan wordt er gevlacht en gefloten voor buitenspel. Gaan we de herhaling kijken. Komt die bal uiteindelijk ja, bij Hartman. Ja, en dan is het ook best op de lijn die hem raakt. Ja, het is discutabel. Maar ik kan me voorstellen dat er gefloten wordt. Lastig te zien. Ja, en terecht, of logisch misschien wel, dat een club grensrechten dan vlacht. Ja, dan moet toch opgemerkt worden dat een aantal zich Hoogeveen supporters noemende lieden zich wederom weer eens niet wisten te gedragen. En het wordt in gebaren ongenoeg uit tegen de scheidsrechter en de grensrechter. Echt een schande en om je kapot te schuimen. Ja, het is helaas niet de eerste keer dat dat voorkomt. En misschien is dat gedrag nog wel erger dan de 1-0 nederlaag. Nou, ik denk het niet alleen. Het is gewoon zo. Mensen die gewoon eigenlijk de club min of meer te schande zetten. Te triest voor woorden.